En nou wil ze mij aanklagen voor smaad. Zal ik een appje naar Tjeerd sturen? Maar laat me nou uitpraten, dan hoor je waar ik heen ga. Oh. Hey, yeah, mindless love. Dames en heren, alles verder buiten en ertussenin. Welkom bij The Lightless Lounge. De Halloween is voorbij, hoor. Oh ja, sorry, ik zat nog helemaal in die spirit. Die je net hoorde, dat is Wes van Os en ik ben Nikke de Jager. Hoi! Hey, hi! Nieuwe week, nieuwe kansen. Ja, hoe is het met jou? Ja, gaande met jou. Gaande? Ja, goed, ik heb net mijn kerstverlichting opgehangen. Het is een beetje vroeg. Wacht even, nee, wacht, wat? Ja, mijn kerstverlichting aan het balkon. En we nemen dit op, zeg maar... Oktober. Ja, oktober. Het is nog geen Halloween geweest. Nee, en Mariah heeft ook nog niet gezegd... Not yet. Ja, precies. Dus ze zegt nu nog steeds not yet. Ja. Maar ik dacht, dat grijze, grauwe weer... Ik hang het gewoon op. Of het nou nu hangt of over een week. Ik vind het enig. Is het vroeg? Te vroeg? Nou ja, lampjes. Ik ben er. Voor lampjes. Ja, love lampjes. Love lampjes. Love lampjes. Love lampjes. En voor de rest, gaat wel eens. Ik heb mijn Biden-Harris trui aan. Heel goed. Ja, 4 jaar geleden. En als je dit hebt gehoord, dan zijn de verkiezingen net geweest. Nee, toch niet geweest? Ja, want wij zenden uit op woensdag. En op dinsdagnacht zijn de verkiezingen volgende week. Oh, ik kan daar nog helemaal niet aan denken. Ik vind het zo spannend. Jij vindt het spannend? Ja, ik was daar dus een keer... Sorry hoor, we houden het kort voor mensen. Ja, maar ja, ja. Ik was daar in 2016 toen Trump werd verkozen in New York. Ja. Dat leek wel een film. En geen goeie. Nee, heel slecht. Hè? Ja, die stad was echt verslagen. Nou, en van gisteravond is er weer zo'n bijeenkomst geweest in New York en zo. Het wordt zo grimmig daar. Het wordt alleen maar harder. Echt? Dus als je iemand the right choice... Dank. En als je het ooit in je hoofd haalt om iets van Trump te stemmen... blokkeer diegene, verwijder. We moeten allemaal in een gesprek blijven, maar dit is niet meer goed te praten. Nee, dit is niet meer goed te praten. Nee. Nou, wat wel nog goed te praten is... Deze intro? Nee, eigenlijk niet meer. Maar, is het feit dat we deze week ook 2 shoots hebben gedaan van Nimia. Want er komen nieuwe producten aan. Je hebt een prachtig productshow gedaan. Ja, samen met Klappie. Met Klapstoel. En die komen volgende week komen 2 nieuwe producten uit. Ja. Span die. En dan is het aan jou de eer om de gast te introduceren van deze week. Ook toch mijn producten. Oh nee, ja, maar dat mag nog niet. Nee, dat hebben we dan die week daarna over. Oh, okay. Maar worden we hele mooie producten voor de holidays. Not yet. Die wil je wel hebben voor je holidays. 100%. Ja. Deze week niemand minder dan Sylvia Geerze. Ik dacht dat ze de winnaar was van Holland's Next Topmodel. Maar ze is nummer 2. Maar ja, ze is wel een bloedmooi model. Bachelorette. En, ja, een tv-persoonlijkheid. Heeft al veel programma's meegedaan. Enige lekkere Rotterdammer. Ja, daar gaan we goed op, hè. Heerlijk. Ze woont volgens mij bij Patrice in de straat. Oh, dus, gezellig. Ik ben benieuwd hoe het toch ook met de liefdesleven is. Want dat is toch wel een beetje een nationaal... Ja, is er al een nieuwe? Of zijn er toch wel weer oude die misschien een beetje oplaaien? Ja, hoeveel dickpics zal ze krijgen? Nou, die DM's. We willen het weten. We halen er gelijk bij. Oh, dank je daarvoor. Yo. Yo. Lights out. Welkom in de Lightless Lounge. Oh my god. Yeah. Oh my god. Wat gaat er door je heen? Ja, het is zo donker. Zo donker. Ik heb dit echt... Maar dit is echt heel donker, Nick. Ja, hè? Ja. Dit maak je niet vaak mee, namelijk. Want ik moet echt wennen. Normaal moet ik altijd de make-up hier ook even bijwerken voordat een interview begint. Dat hoeft ook helemaal niet nu. Nee. Oké. Oh my god. Dat is echt niks, hè? Nee, dit is echt heel apart, dit. Dat ben ik zo niet gewend. Ik ben de controle kwijt. Oh. Dat is het. Oh. Ga je daar goed of slecht mee? Nou, ik moet heel even wennen. Je moet eigenlijk misschien je vertrouwen een beetje leggen in ons. Dat je gewoon hier veilig bent en dat er niks gebeurt, zeg maar. Ja. Oeh. Oh, nou bedankt. Een hitteaanval ook in één keer. Hele opvlieger, alles. Opvliegers, ja. Nee. Oké, ik ben er. Welkom in de Lightless Lounge. Bedankt. Leuk dat je er bent. Ja, leuk, hè? We willen altijd natuurlijk beginnen met een knallende openingsvraag. Ja. Echt één waarvan je denkt, nou, dit zet gelijk het gesprek. Hoe is het met je wenkbrauwen? Oh ja. Oh my god. Vertel eens. Nou, ik
Oh mijn god, dit is heel donker. Jeetje. En dan ben jij van de make-up. Ja. En dan ga je in het donker zitten. Goed, ik vind het toch apart. Goed, hè? Ja. Oké, de wenkbrauwen. Nou, dat is echt verschrikkelijk, kan ik je vertellen. Waarom? Nou, ik had mijn wenkbrauwen laten doen. Dat heet PMU. Make-up, tatoeëren. Ja, tatoeëren dus. Ja. Nou, individuele haartjes. Nou, op zich was dat altijd hartstikke mooi bij de vrouw die dat bij mij deed. Als ik zelf de regie in handen had. En dan altijd met mijn spiegel zei ik, ja, daar nog een paar haartjes. Je bent een hele makkelijke klant. Ik ben een verschrikkelijke klant. Ja. Echt waar. Ik wil altijd de regie in handen hebben. Ja. Een controlfreak. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, hè, ik was hartstikke moe. Ze ging mijn wenkbrauw doen. Ik deed mijn ogen even dicht. Oh. Ik kijk in de spiegel. Ze was klaar. Het was dik en donker. Oh. Dan denk je, dat is altijd bij PMU. Ja. Dat hoort toch in het begin dat het een beetje donker is. Ja. Maar het was zo dik en zo breed. Dus ik zeg, dit moet eraf. Toen zei ze, nou, kom maar morgen terug. Dan lees ik het weg. Ik zeg tegen haar, maar kan dat? Gaan mijn eigen haarzakjes dan niet kapot? Ja, want het is een wond nu. Het is een wond, was het. En ze zegt, nee, dat kan gewoon. Oh nee. Nou, ik zweer het je, echt waar. Als ik in een club zou staan en iemand die zo aan zijn duimen likken, aan tweede, zo, en die zou zo voor mij gaan staan, is dat gewoon een bedreiging. Kan je zo mijn wenkbrauw eraf halen? Dat is gewoon een bedreiging. Dat had ik vroeger tijdens de gym. Ja? Ja, ik moest ook altijd. Ik had vroeger ook nooit haar of überhaupt wenkies. En dan als ik ging gym. En dan was ik zo bang dat iemand met zijn schouder, zeg maar, tegen dat zijn gezicht afschaafde. Want dan was ik gewoon Voldemort. Ja? Ja, nou ja, dat ben ik dus nu. Dus maar is al het haar weg? Nou, ik heb 3 haren links en 6 haren rechts, maar die koester ik met mijn leven. Maar dat is al een tijdje dus. Dus het is ook niet dat het weer teruggroeit dan. Nee, dat groeit dus niet terug. Want mijn worteltjes die zijn weg. Die zijn kapot gelezen. Maar weet je dit zeker? Mm-hmm. Ja, trouwens, het is al wel even geleden. Nou, het is echt al 4-5 maanden geleden. En kan je ook niet nog even een serumpje? Nou, ik blijf smeren met die serum. Maar er komt niks. Nee, er komt helemaal niks meer terug. Maar kijk, ik kan gelukkig mijn wenkbrauwen zelf heel goed tekenen. Ja. Met dat potloodje. Ja. Wat voor potlood? Wat voor potlood? Ja, nee, dat is een potloodje. Die ga ik natuurlijk uitbrengen. Dat heb ik nog niet. Ja. Maar, dat heb ik nog niet. Nee, die heb ik nog niet. Maar ik heb wel mijn techniek. En ik weet precies wat ik moet doen. Want Nikki, jij weet het dan ook. Ja. Glimmende wenkbrauwen wil niemand, hè? Nee, ik ken het heel erg. Is dat verschrikkelijk? Educate me. Wat is er erg glimmende Als je dus geen haar hebt, dan doe je er eerst foundation op en noem maar op. Maar op een gegeven moment, kijk, als je voorhoofd gaat glimmen, dan gaan je wenkbrauwen dus ook glimmen. Want er zit geen haar meer om de glim te bedekken. Ja. Oh. Dus op een gegeven moment ben je gewoon één shiny wenkbrauw. En dat is een heel nep of dan, zo dan. Ja, dan lijk je gewoon echt van plastic. Ja, dan lijk je gewoon op een knikker. Dus je doet nu dan poeder over je wenkbrauwen heen. Ja, maar dat is een hele techniek die ik helemaal heb verzonnen. Ja. Zodat mijn wenkbrauwen net echt zijn. Een soort 3D-effect heb ik ervan gemaakt. Ja. Want ik loop hier, want het was 2 dagen voordat ik naar Ibiza ging, gebeurde dit. Oh, dat helpt ook niet in die zon. Nee. We maken er grapjes over, maar dit is echt heel erg. Ja, dit is echt verschrikkelijk. En eigenlijk, dit kan echt niet. Nee, maar ik had echt hele mooie wenkbrauwen van mezelf. Ik kom bij, dat licht gaat aan. Dit is fijn. Dit is haar telefoon. Mag... Oh, blijf zitten. Wacht even, blijf even zitten. Blijf zitten. Oh, het gaat helemaal fout. Maai, ga je telefoon toch even uithalen, sorry. Oh, mijn telefoon, wat heerlijk. Nee, dat mag niet. Ze zegt, ik kom helemaal bij. Nee, maar ik dacht echt, hele, die grote tas mee naar beneden. Ik ga helemaal stuk, echt. Ik kom helemaal bij. Nee, ik kom helemaal Heb ik wel mijn radiostem? Maar wat is jouw radiostem dan? Ja, dat ik dan niet zo snel dieper praat, want mijn brein gaat heel snel. Oké, wacht. Nee, maar ik wil dit verschil even horen zo. Ja. Zal ik mijn radiostem op? Wacht even, geef me 1 tel als Mike weg. Als de deur weg, dan kunnen we door. Hoe hebben ze ooit een seizoen Bachelorette met jou gedraaid? Ja, hoezo? Quote. Het is chaos. Ja. Maar wat erg. Wat is jouw... Hè? Wat voor je radiostem? Ja, moet ik mijn radiostem even opzetten? Oh god, ja. Hallo Nikki. Is het precies hetzelfde? Is dat zo? Ja. Oh. Maar misschien heeft het te maken met het tempo waarmee je praat. Dat zei je net. Ja. Dat je niet zo overal over bent, maar gewoon wat rustiger misschien. Ja, ja, ik kan nogal druk zijn. Nee, nu hoor ik het wel. Nu doe je het wel. Ja, dit is hem. Maar je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort van bedroom stem is, zeg maar. Oh, bedroom? Ja, een soort van slaapkamer, gewoon lekker rustig. Sexy dus. Ja. Oh, stop maar.
Ik ben ook niet... Oh, je waren bij de Browse. Oh ja. Maar wel heel heftig dat dit gebeurt natuurlijk. En ja, ik bedoel, dat het is gewoon bijna een soort van verminking, toch? Ik bedoel, ik hoop dat het goed verzekerd is. Ja. Want, hè? Nee, maar dit geloof je nooit. Ik had haar dus de kans gegeven om het te fixen. Ik zeg, meid, ik zeg, luister, ik heb geen wenkbrauwen meer. Ja. Ja, maar dat is niet mijn schuld. En dit dat. Nou, als ik ergens niet tegen kan, is geef het gewoon toe. Van, ik heb een fout gemaakt. En fouten maken is menselijk. Nou, dan geef ik je, oké, hartstikke vervelend dat ik geen wenkbrauwen heb. Maar oeps, sorry voor je wenkbrauwen. Nee, ja, maar zorg dan ervoor dat ze geïmplanteerd worden. Ja. Ja. Dus ik vraag aan haar, ken jij een kliniek, weet je wel, die wenkbrauw implanteert? Het is een Turkse vrouw. Ik denk, kan je, jij kent vast wel een kliniek. Want, voor die haartransplantatie. Ze gaat iedereen naar Turkije. Dus ik 4 maanden heb ik haar gewoon de kans gegeven. En toen op een gegeven moment was ik het zat. Dus ik al die voiceberichten. Toen keek ik weer in de spiegel. En het was ik had het hartstikke warm. En mijn wenkbrauwen die waren weer aan het glimmen. Dus ik stuur haar een bericht en ze blijft ontkennen. En toen zei ze tegen mij van, nou, jouw toon staat mij niet aan. Ik ga jou niet meer helpen. Oh. En toen dacht ik, toen heb ik haar gestuurd. Ik zeg, luister, ik ga het online zetten hoor. Ik gebruik dat nooit dat ik iets online zet of dat. Nee. Dan ga ik mensen gewoon waarschuwen dat ze niet naar jou toe moeten gaan. Want het is gewoon gevaarlijk wat je doet. Ja. Het is gewoon verminking. En nou wilt ze mij aanklagen voor smaad. Nee joh. Ja. Nee. Zie je wat ik allemaal meemaak? Ja, jij maakt wel wat mee. Ja. Ja. Waarom kan ik soms zo verstrooid zijn en druk? Heb je vaak last van die drukte ook, of niet? Nou, kijk, ik heb natuurlijk ook de bachelorette gedaan. En daar ben ik heel erg rustig, omdat ik daar gewoon geen zorgen had. Wat ik enig vond trouwens. Ik heb echt elke week met plezier gekeken. Oh, vond je het leuk? Ja, vond ik echt heel leuk. Ja. Ja, vond jou daar ook echt fantastisch in? Nou, dankjewel. Ja, het was ook echt fantastisch om te doen. En ik vond je ook echt een bachelorette gewoon. Je bent echt een prachtige vrouw. En dan kwam je weer aanlopen en dacht ik, oh, work it. En dacht ik, kijk, dan ben ik alleen maar voor die outfits aan het kijken. Maar ook om die jongens hun best te zien doen. Ja. Maar nee, love it. Maar hoe echt is zo'n programma? Nou, dat wil ik je echt vertellen. Ze hadden mij gevraagd voor dit programma. Ja. En toen dacht ik, oké, ik denk, ja, slettenbakken. Ik denk, ik kan niet... Ja, ik denk... Van harken, ja. Ik denk, nee. Oh. Niet dat, ik ben geen slettenbak. Hallo. Oh, jammer. Oh, ik zou het echt ervan nemen. Maar... Nee, ik dacht echt van, dit is slettenbakkenprogramma, dacht ik. Oh, jij dacht dat het slettenbakkenprogramma was? Oh, ik dacht, je gaat dit programma doen, want je kan slettenbakken. Nee. Oh, jammer. Nee, helemaal niet. Nee, dit was mijn bacheloravond. Ik dacht, al die mannen op date. Ik denk, er wordt gezoend. En ja, ik denk, heerlijk maar, toch? Ik denk, maar zo ben ik helemaal niet. Oh, nee? Okay. Nee, dus toen dacht ik van, oké, als ik dit dan doe... Ik denk, want ik had net Special Forces gedaan. Ik denk, dan ga ik lekker ga ik een Special Forces parcours met die gasten doen. Ik ga lekker paragliden. Ik ga niet alleen maar uit eten en elkaar zitten kijken met een wijntje. En, ik denk, ik ga het gewoon anders doen. Ik word gewoon beste vrienden met die gasten. Ja. Ik denk, en dan als er iets tussen zit, dan zie je het vanzelf. Ja. Maar en zat er nou echt iets tussen? Want je was wel met iemand geëindigd. Ja. Joris of zo? Ja, die kapitein. Ja. Nou, maar dat is nu uit? Ja, dat is nu 1 jaar uit. En hoe lang is dat programma geleden? Hoe lang was de relatie? 1 jaar. Oh! Het is nu 1 jaar uit en het was 1 jaar. En, maar heeft zo'n relatie nou echt kans van slagen? Want op een gegeven moment, ja, dan heb je de plezier en de pret van het programma gehad. En dan ga je naar real life. Ja. En dan is het toch heel anders. Ja, dat klopt. Nou, je zit in zo'n programma, zit je toch in een bubbel. En weet je wat het ook is? Het is ook niet het echte leven, want alles wordt geregeld. Gedaan voor je, ja, precies. De dates, die worden allemaal voor bedacht. Je geregeld. En de vragen nog net niet. Had je een oortje? Wat? Een oortje, had je een oordingetje in je oor, zeg maar. Dat je, van de regisseur. Nee, en bij de dates? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik had wel dat ik soort van hulp kreeg af en toe als ik het niet meer wist. Ja, dat begrijp ik. Want als je op de 28e date, denk je ook... Nee, niet bij een date. Oh. Absoluut niet bij een date. Dat wilde ik ook absoluut niet hebben. Want hoe echt is dan jouw date? Dat is hartstikke fake. Maar ik bedoel, als ik rozen moest uitdelen, werd ik af en toe wel geholpen. Ja, dan moet je even shots hebben en zo. Ja, voor shots en zo. Dat is dan ook echt het enige, maar dit is echt het puurste programma wat ik samen met Special Forces ooit in mijn leven heb gedaan. Oh, ja, dat moeten we ook niet vergeten. Daar wil ik het ook nog over hebben. Ja, dat heb jij gezien. Ja. Ja, maar Nicky, hoe is het met jou? Ja, het gaat goed. Wat is er? Nou, hoe bedoel je wat is er? Mag ik ook even wat over jou weten? Nou, vertel. Hoe gaat jouw leven? Ja, gaande. Gaande? Gaande. Ze gaat meedoen aan Special Forces. Nee, nee hoor, dit is echt... Zou jij Special Forces kunnen doen? Lieverd, ik zit nog liever mijn eigen stront te vorken dan... Echt waar? Maar het allerergste is... Ik ben jouw naam kwijt.
Van Wes? Wes! Sorry. Ja, ja, je hebt dat klopt ook. Je hebt de intro nog niet gehoord. Dan zeg wat altijd met mij, Nicky, en met mij, Wes. Dat kan. Maar doe ik het wel goed? Je doet het hartstikke goed. Je doet het hartstikke goed. Je doet het hartstikke goed. En het is helemaal niet erg dat, dat we alle kanten op gaan. Dat is ook hartstikke goed. Ja, dat was nou aan het vertellen. Oh ja, maar waar ik dus echt niet tegen zou kunnen, die mannen. Je bent een nummer. Je bent een nummer. En dan hij met zijn kale kop, denk ik, hou je mond. Wat denk je nou? En dan, heb jij het nou over Erik Wegewijs? Heet hij zo? Ja. Vreselijk. Nee, hij is fantastisch. Nou, dat bedoel ik dus. Kijk, nee, dit is dit is manipulatief. Ah, gewoon hersenspoelen. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Meid, jij moet Special Forces in. Ik ga er nooit in. Jij moet daarin. Jij hebt dat nodig. Ja, maar nodig. Ik kan daar... Dat je kan daar geen make-upje doen, hè? Nee, dat maakt me heerlijk vrij. Maar die mannen die dan alles maar... Zou je dan nu nog Special Forces doen zonder brows? Oh, ja, ik... Ja, maar zonder brows. Nee, nee. Oh! Nee, daar hebben we wat, hè? Nee. Dan zou ik ze toch eerst even laten... Maar jij zegt het is een fantastische man. Ja, het is een fantastische man. Daar kan je heel veel van leren. Nee, ik mag hem echt verschrikkelijk graag. En ik vond die mannen juist sexy. Oh, omdat het echt wel een soort van oermannen zijn. Ja, nee. Ja, omdat dat ook echte mannen nog zijn. Je bent ook met een kapitein geëindigd. Je gaat gewoon voor de... Ja, precies. Ik hou er gewoon van. Maar het is toch niet leuk hoe ze... Jawel. Ben ik dan hier alleen in? En als ze nou, een 500.000 bieden... Nee. Dan moet jij... Nee. Oké. Ga maar omhoog. Oh mijn god, een miljoen. Een weekie. Nee. Meid. Nee. Meen je dat nou? Nee, absoluut niet. Oh, nou als er een... Als zou Oprah het presenteren. Ik doe het niet. Nee? Nee, echt niet. Nou, 2 miljoen moet je mij gewoon bellen. Oké, bij Oprah. Dan kunnen we gewoon praten. Ik hoor op links dat ik dan ga twijfelen. Je hoort de manager even. Oké. En Wes en jij? Zou jij het doen? Nee. Ook zou jou heel graag daarin willen zien. Ja, ik ook. Ja? Ja, ik denk dat je er dan ook heel sexy uitziet. Nou, dat vind ik lief dat je dat zegt. Ja, vind jou heel knap ook. Ah, dankjewel. Ja, we zitten met... Ben je nou goed aan het maken deze naam niet meer weer? Nee, absoluut niet. Nee, maar ik vind... tussen neus en lippen door dat ik je knap voel. Ja, dat vind ik heel lief. Kijk, wat ik wel begrijp is dat je natuurlijk... Defensie is een groot apparaat. Dus ik snap wel dat zij iedereen in een soort van rol willen krijgen. Ja. En dat je iedereen moet luisteren en dat soort dingen. Ja. Maar ja, ik ben meer van... Je kan het ook op een andere manier toch voor elkaar krijgen. Ofzo. Ik weet niet of het altijd met dat schreeuwen moet. Ofzo. Ik zou er heel zenuwachtig van worden. Dan denk ik, hou gewoon je bek. Ja, ik heb dat gewoon nodig. Ja. En dan hou ik een keer mijn mond zo. Ja, dus je hebt gewoon iemand die nodig. Zeg van, luister, nu ga je dit doen. En, ja, dat maar, was de ervaring van mijn leven. Vond het heerlijk. Maar kan je wel vertellen dat ik dacht, ja, luister. Ik ging mijn haar borstelen met een vork. Heel Ariel de Zeemermin was ik in één keer in Special Forces. Pakte gewoon een mes en dan zat ik te kijken zo. Kon ik zo mijn spiegelbeeld... Je bent zeker ook helemaal niet ijdel. Nee. Nee, maar je moet toch een beetje creatief dan zijn. Want ja, vind ik ook is wel en blijft toch televisie. Ja. En hoe lang zat je hierin, in Special Forces? 5-6 dagen zo. Hoeveel afleveringen is dat? 5-6 dan. Ja, nou ja, 4-5 afleveringen zat ik in. Ik zat bijna in de finale, hè? Ja, toch? Ja. Maar jij zegt, ik heb zoveel geleerd ook van die man. Maar noem eens iets op. Wat heb je onder andere geleerd? Nou, om toch door te zetten. Bij alles wat er gebeurt. Ja, maar dan hoef je toch niet voor in de modder te klauweren. Dat weet je toch zelf ook wel? Nee, dat is mentale kracht. Ja, het lichaam kan ik meer heb, dan. Ik heb echt geleerd in dit programma hoe sterk ik eigenlijk wel niet ben. Oh ja. Dat is ook gewoon echt leren. Gewoon hoe je met bepaalde situaties om moet gaan. En dat reflect ook weer op mijn eigen leven. Ja. Zeg maar. Dus dat ik een of maar andere... twijfel je er daaraan? Nee, maar kijk, als wij bijvoorbeeld met z'n allen met een touw van 150 kilo... Ja. Lopen we daar met een rugzak van 25 kilo... Door de modder heen met blaren op mijn voeten. Oh. En je gaat toch door. Nou, ik zag heel mijn leven voorbij flitsen. Wat er allemaal is gebeurd. Toen dacht ik, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Toen dacht ik, ja, maar alles wat ik heb meegemaakt... ben ik ook doorgegaan. Ik kan het wel. En ik ging gewoon door. Ik zag echt mijn leven voorbij flitsen. Ze hebben een rots aan mijn been gedaan. En vastgebonden met tie-rips. In dat water. En ik ben een minuut onder water geweest. Hè? 1 minuut. En dat water was 2 graden. En toen gaven echt veel mensen gaven op. Echt gewoon judoka, Olympische speler, gast. Die dacht echt, wat komt zij doen, die Sylvia Geersen? Ja. Nou, ze gaven gewoon ook op daar in dat programma. En toen dacht ik, ja, nou, bijna doodervaring. Ik denk, kom nou maar op ook. Ja. Ik denk, nou ga ik door.
Ja. Ja, ik heb nou toch het ergste meegemaakt. Oh. Maar is dat dan, maar draag je dat dan nog lang bij je, zeg maar? Nee, of heb het ook weer later weg dat je denkt van ja, dat je nu eigenlijk gewoon weer pijn hebt in je schoenen. Dat je denkt, ik wil mijn schoenen uit en klaar. Nee, joh, ik denk dan altijd, maar nou heb ik het weer meegemaakt. Nou, en door. Ja, maar precies. Het is niet een soort leven voor Special Forces en je leven na Special Forces. Nou, jawel. Ik heb echt iets overwonnen voor mezelf. Ja. Want dat is niet zomaar iets om onder water. Nee, zo vast. Ja, bijna doodervaring. Ja. Mee te maken, om een helikopter in te klimmen. En dat allemaal met één hand, snap je? Ja. Want ik ben gewoon Special Forces ingegaan met 30% kracht. Ik kan mijn vingers niet eens spreiden van mijn hand. Waarom niet? Omdat ik een heel ernstig ongeluk heb gehad. Ik ben in het glas gevallen, keihard. Ja. Dat er een hele bierpul door mijn arm heen is gegaan. Oh. Ja, oh. Ja, tot op het bot was dat. Oh. Dus ja, dat is heel heftig. En mijn pols was door, mijn arm was helemaal door. Oh. Al mijn kabels waren doorgesneden. Nee, kabels, nee, sorry. Oh. Kabels, ja, bij kabels. Oh. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Nou, dat was gewoon een crime scene in mijn slaapkamer. Mm. Ze gingen me opereren en ik werd wakker. Toen zeiden we hebben heel slecht nieuws. Oh nee. Alles is tot op het bot doorgesneden. Oh. En je zou je hand nooit meer zo kunnen gebruiken als dat het ooit was. Dus ik was gewoon echt gewoon ja invalide aan één hand. Oh mijn dus god. Speelde dit? Welk jaar was het? Dit was 2020, toen de corona net uit was gebroken. Oh, nog zo kort. Mm. Ja, en toen vroegen ze mij, was ik een jaar aan het revalideren. Yeah. En toen vroegen ze me voor Special Forces. En toen zei mijn broer, ja, dit kan jij niet doen. Toen zei ik, nou, luister. Watch me. Toen dacht ik, ga dit gewoon doen. Ja. En daarom is dit de mooiste ervaring van mijn leven geweest. Dat ik het gewoon met één hand heb gedaan. Maar werd je onderschat in dat programma? Ja, ik word altijd onderschat. Mensen die verwachten dingen niet van mij. En als ze mij leren kennen, denken ze, dat had ik nou nooit achter jou gezocht. Mensen schrikken soms echt van wat er allemaal achter de schermen bij mij zeg maar gebeurt. Wat gewoon, kijk, als je televisiewerk doet, wordt er een decor voor jou gemaakt. Dus ja. Laten we zeggen, ik doe het perfecte plaatje. Dan word je toch zit je in een situatie waar je normaal nooit in terecht komt. Mm-hmm. Dus dan is het toch dat je een bepaalde. Bij mij is het, ik lach alles weg en ik doe alles wel een beetje met humor, zeg maar. Ja. Omdat je in situaties terechtkomt, wat niet je comfortzone is. Nee. Begrijp je? Mm-hmm. En bij mij, mijn masker, hoe zeg maar, om even Special Forces aan te halen, is toch humor en het weglachen van dingen en toch ook wel extra Rotterdams te gaan praten. Ja, nee, maar dan ik dik wat eigenlijk. Vandaan, Nick, bij je. Ja, nee, maar ik ben dan altijd wel dat ik alles een beetje aandik, zeg maar. Begrijp je bewust. Wat ik bedoel? Ja, bewust ook wel. Want dat is een soort van. Maar is het kalibertje Paris Hilton? Die heeft een bijna persona naast haar persoonlijkheid. Dus haar docu heb gekeken. Is zijn hele slimme businessvrouw die heel goed weet wat ze doet. Ja. Maar ze weet ook dat ze Paris Hilton moet zijn met een roze glitter outfitje. En heel veel moet lachen en moet weet ik veel wat. Ja, ik vind het heel grappig dat je dit aanhaalt. Want ik heb heel veel kanten. Ja. Dus ik heb een hele rustige kant. Ik heb een hele drukke kant. Ik kan echt wel zeggen dat ik een stel hersens heb. Maar ik ben op televisie niet een typetje. Maar dit is ook een kant van mij. Dit is ook Sylvia. Ja, maar dat is je media, Sylvia. Ja, dit is een kant van mij die er dan naar buiten komt als ik niet in mijn comfortzone zit. Eigenlijk. Dus dan komt er humor naar boven. Dan komt heel erg dat Rotterdamse naar boven. Het is eigenlijk een soort schild. Het is een soort schild, is het. Maar het is ook gewoon televisie wat ik maak. Ja. Dus ja. Dat is gewoon humor. Ik hou van humor. Maar mensen vergeten dat humor ook intelligentie is. Ja. En ook een bepaalde kant dat mensen echt niet van mij verwachten, is dat ik ook wel een beetje een soort van nerd ben achter de schermen. Ja? Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ik zit zelf heel erg veel achter de computer. Ik ben tegenwoordig heel erg bezig met data lezen. Vind ik heel met erg data? Metadata. Vind ik heel erg interessant. Ik schrijf televisieformats achter de schermen. Ja. Oh, leuk. Ja. Ja, vind ik heel interessant, omdat ik hou van spellen bedenken. Ja, had ik nooit achter jou gezien. Nee, ik hou van schrijven. Ik hou van gedichten schrijven. Hou op voor gedichten? Ja, 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 ja. Ik hou heel erg van gedichten schrijven. En dan denk je, oh, dan heb je candlelight-achtige. Nee, dat is het niet. Ik wou wel dat ik een candle had nu hier zo in de hoek. Maar zit er een... Is het ADHD bij jou dan ook, of niet? Nou, ik denk dat ik dat zwaar heb. Nou, ja? Schat, ik denk, ik weet het wel.
Dokter Nicky. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld dat ADHD is kan ook in één keer weg zijn bij mij. Ja? Soms kan ik rust zelf zijn, je gelooft het niet. Ja, precies. Maar ik denk dat dat misschien een beetje een vooroordeel is. Dat mensen denken bij ADHD dat je altijd heel druk is. Ja. Dat is niet waar. Nee, want volgens mij is gewoon je hoofd al over. Maar kan je ook gewoon helemaal uit zijn. Of blokkeren juist misschien. Een beetje freezen of zo. Mijn brein gaat soms zo verschrikkelijk snel. Dat ik het zelf niet kan bijhouden. Ja. Nee, je hebt geluk, wij ook niet. Daarom hebben we het licht ook uitgedaan. Nee, maar het is juist goed. Gestrooid over? Nee, helemaal niet. Even niks zeggen, ik was bij mijn vraag. Dit is mijn ADHD-hoofd. Nu weet ik niet meer wat ik wil vragen. Ja, maar Nicky, zullen we het even over jou hebben? Nee, schat, I'm the host. Ja, maar ik kan het toch ook even over jou hebben? Heb ik ook even rust? Nou, vertel eens, wat wil je horen? Hoe doe jij toch die wenkbrauw? Daar heb ik 100 video's voor. Ja, nee, maar luister, ik kijk dus nooit make-up tutorials. Maar dan moet ik echt een keertje gaan doen. Super. Nee, joh, je ziet er fantastisch uit. Dus nee, maar ik kijk sowieso, echt bijna geen tv. Ik kijk eigenlijk helemaal niks. Als jij helemaal in je metadata zit, dan zit je in een soort bubbel. Ja, maar ik heb echt mijn eigen bubbel. Maar ben je ook niet gewoon een beetje... Want ik heb vernomen dat je vroeger een cocaïneverslaving had. Ja. Ben jij sowieso dan niet gewoon een beetje verslavingsgevoelig? Dat je, als je één ding vindt, dat wordt dan helemaal je leven... Totdat het niet meer leuk is. Nee, het lijkt alsof ik bij de psycholoog zit in één keer. Dank je. Welkom. Daarom weer die mooie bank neergezet. Welkom. Nee, ja, ik heb vroeger in mijn modellencarrière heb ik wel eens drugs gebruikt, ja. Ja. Maar ik bedoel, omdat je natuurlijk een bekend persoon bent, dan is het wel een ding dat je even naar een kliniek ook moet natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Nee. Natuurlijk. Ik bedoel, zo verslaafd was ik nou ook weer niet. Nee. Maar je moest wel naar een kliniek. Ja, maar dat is gewoon omdat je moet gewoon weer detoxen en weer helemaal tot jezelf komen. Ja. Daar is een kliniek gewoon heel erg goed voor. Wacht even. Nee, maar je bent verslaafd of je bent niet verslaafd? Ja, maar ik vind dat zo'n groot woord. Ik zat niet iedere dag aan die zooi. Snap je wat ik bedoel? Maar je kon ook niet zonder. Nee, dat is ook niet waar. Als er een feestje was of zo, deed ik dat. Maar hier is toch ook een heel programma omgemaakt? Toch? Ja, dat is al zo lang geleden, kun je niet eens meer terugvinden op internet. Moet je nagaan nemen hoe oud je bent. En als je het niet terug kan vinden, bestaat het niet. Als je het niet terug kan vinden, bestaat het niet. Maar zullen we een ander onderwerp doen? Want we gingen het over jou hebben. Oh, dat was het. Ja. Ja, Nicky, ik moet je vertellen. Oh. Als ik naar jou kijk, dan denk ik dat jij gefotoshopt bent. Ja, nee, ik zweer het je. Ik ga toch eens even zo'n tutorial van jou kijken. Ja, het werd tijd, schat. Ja, nee, ik heb het wel heel vaak voorbij zien komen, natuurlijk. Maar ja, ik ben natuurlijk zo'n type die ik doe. Ik luister nooit naar iemand. Ik denk dat ik kan zelf altijd heus wel goed en zo. Als ik dan naar jouw gezicht kijk in het echt, dan denk ik, nou, dat is toch niet normaal. Toch 1 of 2 kijken. Nee, echt, maar ik vind jou wel heel knap, hoor. Nou, dank. Ja, dat is genoeg. Ja. Ben je daar vaak mee bezig, beautystandaarden en in je eigen uiterlijk? Nou ja, ik ben altijd wel bezig met dat gezicht, ja. Waarom? Nou, gewoon. Is dat onzekerheid? Nee, dat is geen onzekerheid. Ik hou gewoon van de make-upie. Ja. En ik hou er gewoon van om er goed uit te zien. Ja. Nou, vind ik dat donker vind ik ook zo raar. Omdat het dan maskeert, zeg maar. Nee, ik weet het niet. Ik ben dat gewoon niet gewend. Nee. Ik slaap ook echt niet met die gordijnen ook zo dicht en zo. Ik kan er niet tegen als het zo donker is. Nou, dat brengt ons nou bij een hele leuke pilaar. Hey. We hebben er een. Twilight Delights. Hoe ziet jouw nighttime routine eruit? Dus wat doe jij voor het slapen gaan? Wat is een soort guilty pleasure of een routine? Dit moet je altijd gedaan hebben voordat je überhaupt in slaap kan vallen. Hoe ziet dat er bij jou uit? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, nou ja, ik was mijn gezicht, ik poets mijn tanden. Ik ga naar bed. En doe je dan in bed nog iets lezen of iets kijken? Oh ja, nee, ik hou van lezen. Ik lees heel erg veel. En wat lees je dan? Data. Oh god, gaat ze weer. Zit ze in maar liggen dan op in je bed nog op de laptop? Nee, ik lees de Bijbel. Ja? De Bijbel? Ja. Ben je zo gelovig? Ja. Oh, vertel eens. Ja, ik ben een aparte meid, hè? Nee. Ja, er zijn heel veel kanten. Ja, nou, dit gesprek gaat... Maar dat is toch mooi? Ja. Ja, nee, maar ik hou heel erg van Bijbel en wetenschap. Vind ik heel erg interessant. Dus ik hou van de Bijbel lezen, maar dan wil ik bijvoorbeeld ook gewoon wetenschappelijk, ga ik dan ook onderzoek doen van hoe dat dan zo, zeg maar, zit. Ja. Ja. Dus nou, dan heb je de Bijbel, heb je 66 boeken, heb je. Die ken ik ook bijna allemaal uit mijn hoofd. Huh? En dan vind ik het interessant. Heb je bijvoorbeeld Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Ezra, Nehemia, Job. Nou, dat ken ik allemaal uit mijn hoofd. Dan ga ik naar... Echt
Exotisch wat je nu voor mij praat. Hè? Maar ga door. Ja. Nou, dan ga ik naar Exotisch, ga ik naar het tweede boek. En dan denk ik van, oké. Nou, dan ga ik gewoon uitzoeken hoe dat dan zit. Dat met de Egyptenaren die door de Dode Zee gingen, die open ging. Dan denk ik, nou... Dit vooral op Rotterdam. Ja, zo heerlijk. Door de zee die open ging. Ja, heerlijk. Nee, dan wil ik ook dat je een luisterboek gaat maken voor de Bijbel. Met je Rotterdam. Ja, maar dan wil ik gewoon weten. Dan denk ik, nou, dan moet er toch versteende wielen zijn. Ja. Dan moet er iets van paardenbotten in die Dode Zee gevonden zijn. Ja. Maar ben je altijd zo gelovig geweest? Nou ja, ik ben echt gewoon een onderzoeker. Ik hou van dingen onderzoeken. Ja. En ik wil gewoon weten, hoe zit dat? Want we leven op een aardbol, een melkwegstelsel. Het zit zo ingenieus en mooi in elkaar. Ja. Ik bedoel, er zit een masterintelligentie achter. En ik vind dat heel erg interessant om uit te zoeken. Ja. Dus daarom lees ik de Bijbel en onderzoek ik ook gewoon wetenschappelijk of dat dan ook echt gebeurd is en of daar bewijsmateriaal van is. En in hoeverre ben je in het onderzoek om jezelf te overtuigen dat het wel of niet gebeurd is? Nou, dat is dus zo interessant. Dan ga ik bijvoorbeeld naar de Ark van Noach. Er zijn dus, stukken van de Ark op berg Ararat gevonden bijvoorbeeld. Dat is in Turkije, dat is een hele hoge berg. En daar zijn stukken gevonden van de Ark van Noach. Dus dat zijn allemaal dingen die ik dan interessant vind om uit te zoeken. Het wetenschappelijke en wat er in de Bijbel staat. Ik ben van nature echt een onderzoeker en een schrijver. Maar dan ga je dus om een uurtje of 11 of 12 naar bed en dan ga je dit eens onderzoeken. En je slaapt om 4 uur. Kom je dan nog in slaap? Ja. Of? Nou. Wat ligt eraan? Hoe interessant het is. In wat voor fase ik van mijn leven zit. Oké. Ja, ik ben nu zo bloedeerlijk over alles. Heerlijk. Ja, als ik in de fase zit van... soms zit ik in de fase dat ik heel laat naar bed ga. Ja, dan zit ik achter de computer soms wel eens tot 3-4 uur 's nachts. Ben ik alleen maar aan het leren en aan het lezen. Ja. En aan het onderzoeken en dingen aan het schrijven. Maar dan zit ik weer in mijn fitte fase. En dan sta ik om 5 uur, 6 uur 's ochtends op en dan ga ik sporten. Je bent wel van de extreme, proef ik. Ja, klopt. Er is geen middenweg. Nee. En heb je dat altijd gehad? Ja, maar ik ga daar ook heel goed op, hoor. Ja? Ja, dat merk ik. Oh, het staat je niet in de weg, bijvoorbeeld. Het staat me totaal niet in de weg. Nee, dat is gewoon, maar dat mag ook. Je bent oud en wijs genoeg, toch? Ja, nou, 39. Wat ik wel bijzonder vind, is dat jij het benadert van... Oké, ik lees een boek en ik ga bewijzen zoeken in de echte wereld om dat aan elkaar te knopen. Ja. Terwijl ik bij mezelf zou denken, ja, tuurlijk zijn er bewijzen. Want die verhalen zijn geschreven aan de hand van echte verhalen. Er zal heus wel ooit iets van een boot zijn geweest. En dat hebben ze gewoon opgefluft. En uiteindelijk is er iemand slim geweest die gewoon een verhaal aan elkaar heeft geknoopt. Dus in plaats van dat je het boek een soort van bewijst... Ja. Is dat boek gewoon geschreven naar dingen die in het echt zijn gebeurd. Maar dat het echt daadwerkelijk zulke magische dingen zijn, dat denk ik niet. Ja. Snap je een beetje dat het twee kanten benadert of zo? Ja, dat begrijp ik. Mijn geloof is het dichtste bij de Jehovah's getuigen. Mm-hmm. Omdat ik geloof in de intelligentie van de natuur en van... Ja, het is een en al wiskunde ook, hè? Ja. Ik bedoel, het heelal, dat kan je eigenlijk zien als een vault, als een kluis. Ja. Dus je hebt een kluis en die heeft een 8-cijferige code. Laten we zo zeggen dat de code, elke cijfer is een planeet. Mm-hmm. Die planeten die moeten zo perfect van elkaar afstaan, dicht bij elkaar staan of whatsoever, om leven op aarde te hebben. Als de maan wat dichter bij de aarde stond, zou de aarde zou vollopen met water. En als begrijp ik ook, als de zon dichterbij stond, zou de aarde verbranden. Ja. Dit zit wiskundig, er zit een masterintelligentie achter. Maar weet je, Sil, kijk, dit zijn wij met elkaar eens. Ja. Maar kijk, als ik een muntje in de lucht gooi, dan is er een kans van 0,00000025 dat hij op mijn voorneus of op mijn neus bijvoorbeeld eindigt. Ja. Zeg maar, nou, dat is bij heel jou moeilijk. Iets meer, hoor. Bij mij ietsje groter, maar nog steeds is de kans 0,00. Ja. Maar die kans is er. Ja. Het heelal is zo ontzettend groot. Het universum is zo gigantisch groot. Ja. De kans dat er ergens een planeet is waarbij de zon net goed staat en de maan, is gewoon kanstechnisch aanwezig. Ja. Omdat er gewoon zoveel planeten zijn. Dus ik zoek daar misschien minder in, zeg maar, in dan
een verklaring. Ik denk, ja, dat is gewoon kanstechnisch logisch dat het ergens een keer goed is gegaan. En toen zijn wij ontstaan, zeg maar. Ja, toen zijn wij ontstaan. Nou, kun je vertellen, de mens zit zo mooi en ingenieus in elkaar. Ik bedoel, als jij een kunstwerk ziet ergens. Ja. Ik hou ook echt van kunst. Nou, dat is toch door iemand geschilderd. Dat komt niet omdat er ergens een fikkie was en er is ergens een bom ontploft. Nee. En er komt in één keer, boom, er staat in één keer een heel mooi kunstwerk. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus eigenlijk zeg jij, ik voel dat er een grotere macht ons heeft geschapen. Ja. Ja, ik voel gewoon dat ze... Dat, nou ja, laten we zeggen, alles is energie. En ik denk dat de grootste energiebron van intelligentie... Ja. En die is zo intelligent. De artiest. De artiest. Ja. Die is zo intelligent. Ja. Dus ik geloof wel echt in een god. Ja, daar geloof ik echt heilig in. En daarmee is dus jouw Twilight Delight dat je... elke avond of vaak dus de Bijbel leest. Ja. Tenzij je in de fitte bui zit. In de ja. Ja, want dan moet je dus vroeg op en dan... Hoe wisselt dat vaak af, die buien? Ben jij gelovig, Wes? Totaal niet? Of? Nee. En ik voel dat we te weinig ruimte hebben hier om het uit te leggen. Maar ik heb een hele andere benadering. Ik heb een veel simplistischere benadering. Ik ben ook... Ja, sorry, het is heel simpel. Maar ik heb een mierenkolonie ooit gehad. En dingen zijn En wat heb jij gehad? Nee, daar gaan we, jongens. Nee, maar ik wil het horen. Een mierenkolonie. Nee, het is heel kort. Het is heel kort. We komen in de krochten van Wessenhoofd. Nee, maar dit vind ik interessant. Ik heb een mierenkolonie ooit gehad. Ja? Wacht even, zijn ze dood? Nee. Ik hoop dat ze een nieuwe koningin krijgen. Maar goed, dat zeiden. Wat interessant. Maar dan heb je zijn gewoon, ook sterk, hè? Ja, maar dan heb je gewoon een mier liggen met een kolonie. En sindsdien denk ik bij mezelf... ja, we zijn eigenlijk gewoon niet meer dan een mierenkolonie met elkaar. Ja. We zijn een diersoort wat door kans doorgeëvolueerd is... en goed is terecht is gekomen. Ja. En er zijn miljoenen jaren overheen gegaan. Ja. En ik zou willen dat er meer betekenis is in aarde. En ik geloof heus wel dat ik geloof nog wel in energieën. Maar ik denk ook bij mezelf... ja, we komen hier op aarde. We moeten gewoon geluk hebben. Ja. En daarna is het lampje gewoon weer uit en ga je weer door. Ja. Soms helpt mij die simplicity wel ook in het zoeken en ook in het antwoord van het goddelijke. Ja, ik vind het logischer te verklaren door wetenschap wat er tot nu toe met de aarde is gebeurd. En er is nog een heel groot gedeelte niet te verklaren. Nee, we hebben maar 10% brein. Van precies, 100%. Maar ik vind het logischer dat we het met wetenschap wel kunnen doen, zeg maar, dan dat we iets geloven. Want ik vind het soms ook een beetje onszelf tekort doen. Jij noemt net een artiest die een mooi schilderij maakt. Ja, dat in mijn beleving komt dat niet omdat God een schilder heeft gecreëerd. Het is omdat er gewoon een mens is die gewoon een heel mooi schilderij maakt. Ja, en hoe verklaar je dat een mens in één keer uit het niets dan bestaat? Zo, nou, dat weten we dus nog niet, die ontstaan. Zeg nee, maar. Dat komt dat we maar 10% van onze brein gebruiken. Nee, dat is. Maar mijn antwoord in dat zoeken, zeg maar, zal meer richting wetenschap gaan van iets wat we nog niet weten. Ja, waarom denk je dat ik wetenschap alles ook na zit te checken? Nee, dat geloof ik. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik ook heel interessant. Dat vind ik ook heel interessant. Maar ik denk dus, we zijn gewoon een mierenkolonie en klaar. Ja. Maar jij hebt een mierenkolonie. Ja, nee. Maar ik vind het heel interessant. Het is heel leuk. Als ik dit jou nu door ga sturen, weet ik zeker dat jij een hyperfocus krijgt. Ja, dit wordt de volgende taak. Mieren. Ik dat is echt zo. Als ik eenmaal ergens op zit en ik zet mijn tanden ergens en in. En hoe lang duurt zo'n fase dan? Ja, dat ligt er maar net aan wat het is. Voor mij is wel, bijvoorbeeld sporten is wel een ding voor mij wat altijd blijft. Snap je? Dat zijn niet alleen fases, dat zit er altijd wel in. Ja. De ene keer meer dan de andere keer. Maar ik hou wel heel erg van sporten en goede voeding en wel gezond zijn, zeg maar. Dat is wel iets waar ik altijd mee bezig ben. Ben je tevreden met je lichaam? Ja, ik ben heel erg tevreden met mijn lichaam, ja. Altijd geweest? Ja, dat wel, zeker wel. Vind ik mooi om te horen. Ja, ik ben wel gewoon tevreden met mezelf. Mag toch hopen? Ja. Maar zijn jullie tevreden met jezelf? Absoluut niet. Nee. Nou, die zag ik echt niet aankomen. Met z'n tweeën? Oh nee, alsjeblieft. Nou schat, dan hebben we echt te weinig minuten voor. Nee, dat ja, precies. Godverdomme. Nee, maar body, ja, ik weet niet hoe je naar je lichaam kijkt en zo. Dat is toch nou, altijd, liever niet. Nou, je ziet er heerlijk uit, Nick. Ik zou wat meer moeten sporten, maar goed. En jij ook, Wes? Nee, dank je, maar stop maar. Stop maar. Nee, maar dat is heel lief. Maar ik ben wel blij dat je dat hoort, want je zou wel kunnen zeggen dat, ook als je bent begonnen natuurlijk met modellenwerken en dat soort dingen. We hebben er vorige keer met Lois en Lames een goed gesprek over gehad. Ja. Het is wel een pittige industrie. Oh ja. En je groeit wel op natuurlijk met kijken, misschien wel kritisch kijken naar je lichaam. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik ben nu heel erg tevreden met mijn lichaam. Maar vroeger bijvoorbeeld had ik wel, was het wel zo dat je natuurlijk, mijn tal, je moest 60 centimeter zijn. Hè? Nou, ik weet niet of jij... Dat is mijn rechterbeen nog niet. Nee, maar snap dat is mijn kuit. Ja. En probeer dat maar eens te doen. Als je in Italië dat is zit. Niet te doen. En in Milaan. Oh, nee, maar dan. Oh. En ze eten pas om 22:00 s'avonds eten ze. Oh.
En dat is dan pasta, weet je wel. Nee, en dan probeer dan maar zo dun te blijven. Dus ja, dat was wel een dingetje vroeger, hoor. Maar was jouw eerste introductie in de modellenwereld Holland's Next Topmodel? Nee. Nee, nee, nee. Ik was daarvoor wel al, hoe heet dat? Gescout? Nee, ik had mezelf opgegeven. Oh, maar voor het programma? Nou, voor Guess. Ik wilde een Guess Girl worden. Oh, dat meer? Oh, ja. Ja, dus ik had mezelf opgegeven voor een Guess modellenwedstrijd. Yeah. En ja, toen was ik iets van 10e geworden of zo. En er was één vrouw, die zag mij echt als model. Zij heeft alleen maar topmodellen nu ook en zo. En wie is zij? Ja, ik weet niet. Ja, laatst heb ik een programma gedaan. En toen hoorde ik van de regie dat zij liever niet wilde dat ik haar naam noemde. Dus oh. Okay. Ja, dus maar zij is wel echt de beste. Ja. Zij zei, nou, jij zit er voor mij bij als... ik wil jou als mijn model hebben. Ja. En toen was ik 18 jaar. En toen ben ik naar Milaan toe gestuurd door haar om daar te beginnen met modellenwerk. Maar en dit was voor Holland's Next? Ja, dat was voor Holland's Next. Dus eigenlijk was je gewoon een model? Ja. So what you're saying is television is fake? Nee, ja, ik deed wel modellenwerk, maar dat maakte ook helemaal niet uit. Nee, je mocht gewoon als beginnend model moest je gewoon zijn of zo. Toch? Ja, een topmodel wie was ik nog. Wie presenteerde dat toen? Yveske Sturm. Yveske Sturm. Yveske Briefke kregen we. Yveske Sturm, ja. Ja, ik heb jouw seizoen toen gekeken. Oh, vond je die leuk? Ja, natuurlijk. Ah. Ja. Maar was jij nou die op dat terras? Ja, ja, natuurlijk. Met een wijntje. Wat gebeurde er op dit terras? Ah, dan zat ze op het terras en toen jij moest shooten of zo. Toen was jij aan de beurt. Zei ze, nee, schat, ben nou even, moet even tot mezelf keren, zei ze. Nee, joh, we moesten een fotoshoot doen. Ja. We moesten een beetje schreeuwen en zo. En een beetje gek doen. Ja, ja, toen dacht ik van, moest ik gillen in de camera. We moesten, ja... emotie. Heel veel emotie en zo tonen. Ik denk even een rozeetje. Kom ik wat losser. Maar de zon scheen lekker. Wist ik van dat het 11 uur ochtends was. Maar dat wist ik niet. Ja, nou ja, zo is het. Zeg maar, en dat is toen een iconisch moment geworden. Ja, iconisch moment. En zo is mijn carrière begonnen. Maar je hebt dat gewonnen, toch? Nee. Wat? Ja, ik was tweede. Nee, dat heb je gewonnen. Nietes. Wie heeft er... Nietes. Maar wie heeft er gewonnen dan? Nou, Sanne. Sanne? We zien duidelijk hoe het is verlopen. Nee. Nee, Sanne heeft dat Sanne, oh, je hebt helemaal niet gewonnen. Nee, ik was tweede, maar dat was top. Ja, was dus je niet aan het contract. Ja, nee, dat was top. Oh, en wat is dan het leven direct na? Nou, toen ging ik naar New York en toen kreeg ik gelijk de guestcampagne. Hou op. Oh, toen was je toch de guestgirl geworden. Ja, was ik guestgirl. Oh, waanzinnig. Wereldwijd ging ik overal als guestgirl. Leuk, hè? Maar was dat de droom die je hoopte dat het zou worden? Ja, helemaal fantastisch was dat. Ja? Mm-hmm. En dan? Maar Nikki, jij bent natuurlijk dan ook... Jij bent make-upjes gaan doen? Ja. Hoe oud was jij toen je dat deed? Mijn eerste video was toen ik 14 was. Ja. Heel jong. En daarna ben ik... toen is het gaan groeien. En toen ben ik na mijn middelbare school... ben ik een make-up school gaan volgen in Amsterdam. Die lerares had een agency. Ja. Dus daar ben ik toen terechtgekomen. En toen ging ik ook make-up doen voor programma's. Dus toen ging ik ook make-up erbij. Holland's Next Topmodel en Miljoenenjacht. Dus jij deed al achter de schermen? Ja, dus ik zat in de visagie-team. Niet waar. Ja. Dus bijvoorbeeld... deze ga ik toch even claimen. Ik wil alles weten. Ik moet dit in de wereld zetten. Ja. Niet omdat ik niet wil dat Linda de Mol niet mee kan shinen, maar... Oh, Wes. Oh, je ziet er een beetje bleek uit. Schat, je kan me nog ineens zien. Nee, maar ik voel het gewoon. Jij kan namelijk echt wel wat highlighter blush gebruiken. Maar dat klinkt een beetje als twee producten in één. Ja, precies. Charlotte Tilbury, de legende herself, heeft dit product gecreëerd na jarenlange ervaring in de industrie. Ze heeft zoveel looks gedaan voor de Rode Loper, evenementen, dus ze weet echt wat ze doet. Bijvoorbeeld de wereldwijd beroemde, razendsnel uitverkochte Beauty Light Wand in Pink Gasm. Oh. Een prachtige, glanzende highlighter blush die een vleugje roze kleur aan je wangen geeft. De Magic Cushion Applicator verdeelt het product gelijkmatig op je jukbeenderen, waardoor het super makkelijk uit te blenden is. Het is gewoon dot-dot, blend en glow. Klinkt leuk. En als je dit thuis wilt proberen, dan kun je naar de Bijenkorf gaan of naar onze Instagram-pagina, want daar hebben we dus een video gepind. En dan kan je €1100 aan producten winnen als je meedoet aan onze giveaway. Dus als je dit en al die andere dingen wil proberen, ga dat zeker bekijken.
Niet omdat ik niet wil dat Linda de Mol er niet mee kan shinen, maar de hele term cover girls, komt van mij. Niet. Omdat ik zat in het team daar en ik deed dus samen met een heel groot team, gewoon een paar meiden, deden wij de koffermeisjes. Ja. En ik zei dan altijd als we backstage waren, oh, want cover girl en America's Next Top Model. Ja. Dus ik zei altijd, oh, cover girls. En daar komt die term van. Oh mijn god, dus jij bent eigenlijk de grondlegger ik daarvan. Ik ben I originated this country. En nou, ik zie het als plagiaat. Ja, ik ook. Ja, ik vind, dus de enige juiste manier om me hiervoor te bedanken is dat als Linda er ooit mee stopt, neem ik het over. Ja. Nee, maar ik bedoel, maar jij bent ook heel slim geweest natuurlijk om alles in het Engels te doen. Maar ja, de eerste video die ik zag, die was Amerikaans. Dus in mijn hoofd dacht ik dat hoorde. Ja. En hoe snel ben jij dan gegroeid met je volgers ook? Oh, dat duurde heel lang. Ik was niet thuis. Ik was een hele langzame groeier. Echt waar? Ja. Nou, dan ga je naar New York en heb je zo'n modellencarrière. Oh, we gaan weer... Jij bent er maar Wes. Ik wil even zeggen, jij bent ook van de hak op de schop. Nee. Ah? Nee, maar luister, er komt een link. Ik heb het in één keer door. Nee, maar er komt een link. Maar je was toen op een gegeven moment, ben je model. Ja. En dan kom je in die wereld. Toen maar wij hadden het toch over de make-up van Nicky. Nee. Ja, maar laat me nou uitpraten, dan hoor je waar ik heen ga. Oh. Ik vind nou niet zoveel ze van Special Forces. Ja, maar luister. Ja, heel erg gedenken, hè? Nee, luister liever. Je bent dan model en zo. En dan op een gegeven moment kwam internet erbij. Werd social media toen al belangrijk ook voor jou? Want je hebt een following ook opgebouwd. Je bouwt tv op. Wanneer is dat belangrijk voor jou geworden om dat erbij op te gaan bouwen? Net zoals Nicky bijvoorbeeld. Oh, okay. Mooi. Ik voel hem. Nou, ik zal je vertellen. Ik ben natuurlijk wel een stukje ouder dan jullie. Want hoe oud ben jij, Wes? 35. Jij ook, toch? 39. Nee, 35. Ja. Nee, maar social media was toen nog helemaal niet, hè? Nee, daarom. Dat was nee, dat was helemaal nog niet. Want ik weet nog dat Kim Veenstra is echt gewoon mijn zus, een van mijn beste vriendinnen. Mm-hmm. En ik wist dat zij Instagram in één keer had. Ja. Toen had die meid al 50.000 volgers. Ik zeg, wat is dat, joh? Dat, ja. Ik zeg, moet ik dat ook? Door Kim Veenstra heb ik Instagram genomen. Oh. Zij zegt, jij moet dat doen. Ja. Nou, echt waar, ik weet nog mijn eerste post die ik heb gedaan. Dat ging helemaal nergens over. En toen is dat in één keer heel erg gegroeid. En is dat belangrijk gebleven? Het is heel erg belangrijk gebleven. Maar ik vind wel de tijd voor social media vond ik eigenlijk een leukere tijd. Ja? Ja. Waarom? Omdat het allemaal nog veel puurder was. Ik bedoel... Ja, maar dan hing je toch ook wel op een billboard als guest girl? Ja, dat weet ik ook wel. Maar dat was dan... Vroeger, als je model was dat heel bijzonder. Ja. Nu kan tegenwoordig iedereen model zijn. Iedereen kan bekend zijn, want jij bent een bekende TikToker of je bent een bekend... Snap je wat ik bedoel? Dus het is geen selectieproces meer. Nee, dus het was een hele... Het was een exclusievere tijd vroeger. Hmm. Ook bijvoorbeeld met mannen bijvoorbeeld. Die moesten dan naar de bepaalde discotheek gaan om datzelfde meisje weer te zien. Ja. Nou ga je gewoon naar die Instagram toe. Dan ga je allemaal DM'en. Een beetje vleeskleuren. Hey, dan slijt je gewoon even in die DM. Dus heb je dat vaak? Sluiten ze vaak in DM's? Dat valt wel mee. Ja, ik geloof dat jij het zegt. Ja. Maar ik kan me maar niet dat is haar misschien. Norm. Als haar norm, nee, valt wel mee. Dat is voor ons echt heel veel. Oké, noem even quantity. Hoe vaak krijg je een DM'tje dat je denkt van... Of durven ze het niet? Nou, ik heb wel iedere dag DM's. Nou, dat zeg je. Ja, dat is, valt niet mee dan. Maar ik krijg geen rare foto's of zo. Oh, zou dat willen? Nee. Oh. Nou, Wes. Ieder zijn ding. Ik hoor nee, nee, dat nee, niet. Nee, maar ik hoor echt heel vaak van mensen... Ja, krijg jij dan ook zo'n... Dickpik. Nou, ik wil dat niet zeggen. Oh, ik zeg het al. Ja, nee, ik krijg dat dus allemaal niet. Ja, ik heb dat misschien 4 keer of 5 keer pas gehad in mijn leven. Maar je vindt het... Nee, ja, maar luister... Dat wil je niet. Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Maar nu ik dit aankaart, krijg ik ze daar allemaal. Nee, wat we zeggen nu. Stuur ze door. Moet je eruit halen. Nee, daar krijg ik het allemaal. Nee, maar we zeggen dat je het juist niet wil. Dat is goed. Oh god, waarom hebben we het hier over? Nee, maar omdat... Dit komt door jou, Wes. Ja, omdat ik ga naar een vraag toe. Ik vind... Moet je niet weer naar een pilaar? Ja, daar komen we ook bij. Daar komen we ook. Ja, maar ik vind jou echt een prachtige vrouw. Dankjewel. Ik ben helaas van de mannen, maar anders kan ik me voorstellen dat je echt... Dan kreeg die stiftje, hoor. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat soms, zoals jij bij Special Forces zegt... van nou, ik word wel eens onderschat. Ja, dat het aan de ene kant vaak in je voordeel werkt dat je een prachtige vrouw bent. Ja. En aan de andere kant misschien soms in je nadeel. En ik dacht, hoe ga je daar online mee om? Want ik heb een verandering gezien in jouw profiel. Ja. En ik ben benieuwd of je daar zelf ook bewust mee bezig bent. Wat is mijn verandering? In jouw tijdlijn, je feed is wat beperkter. Maar ik vond jou in een paar jaar geleden wat meer
ja, gewoon je, ook je vrouwelijkheid ownen. En gewoon bikinifoto's en dat soort dingen. Ja. En dat vind ik de laatste tijd, zit dat er niet in. En ik dacht, doe je dat bewust? Oh, ja. Ik snap helemaal wat jij bedoelt, ja. Ja, dat ik niet meer zo met mijn uiterlijk bezig ben en zo. En nou, je bent nog steeds prachtige foto's, maar dat het misschien een andere... Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat ik bijvoorbeeld, als ik een fotoshoot heb, dat ik dat allemaal online gooi. En dat ik lekker sexy in mijn bikini en dat soort dingen sta. Ja. Nee, daar heb ik allemaal helemaal geen tijd voor. Nee. Maar je doet het wel bewust. Je weet dus wel dat je dat dus... Nee, maar dat boeit me ook allemaal niet zoveel. Ik zit nu in een fase van mijn leven dat ik heel erg druk ben achter de schermen. Ja. Dus ik heb absoluut geen tijd om in mijn bikini te gaan staan ergens. En om dat allemaal te posten. Kijk, als ik lekker... Ik was laatst op Ibiza op vakantie. Zonder wenkbrauwen. Ja, zonder wenkbrauwen. Ja. Ik had ze heel goed getekend. Ja. Maar dan own ik het ook gewoon even daar. Ja. Maar dan vergeet ik het gewoon weer, zeg maar, om op mijn feed te posten. Ik zet alles op mijn story. Dus je zit meer in het moment. Ik ben altijd van het moment, ja. En dan vergeet ik dat gewoon op mijn feed te posten. Ik heb super gave mooie foto's daar gemaakt. Ja. Maar ja, dan ben ik alweer een week in Nederland. En denk ik, ja, dat is alweer oud nieuws. Dan post ik het al niet meer, weet je wel. Doe je nog veel modellenwerk? Ik ga het wel weer oppakken. Het lijkt me wel leuk om dat wel weer op te pakken. Ik heb daar gewoon de afgelopen 4 jaar ben ik gewoon ontzettend druk geweest. Ontzettend druk geweest. Maar ik ga het wel weer oppakken, omdat ik gewoon merk dat, en dat vind ik wel heel erg fijn aan de tijd waar we nu in leven, dat iedereen kan gewoon zijn ding ownen nu. Zeg. Yeah. Ja. Het maakt niet uit of je lang bent, kort bent, dik, dun. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Iedereen heeft zijn eigen beauty. En elke leeftijd heeft zijn eigen beauty. Ja. Dus ik denk, nou, ik ben 39. Ik ga gewoon weer mijn modellenwerk oppakken. En wat voor klussen zie je dan voor je? Rimpelcremes. Oh, dit is heerlijk. Dat ik zo snel uit. Rimpelcreme. Nou, dat is een grote markt, hoor. Ja. Ja, maar ik bedoel, maar dan het liefst gewoon nog, weet ik van, met een druppel botox erin of zo. Dat je voorhoofd gewoon lekker plat blijft liggen. Ja, oh, sorry. Deze moet ik nu echt even gaan vragen. Oh, god. Je hebt sinds dag 1 natuurlijk gehoord. Zijn die lippen echt? Mm-hmm. Ze zijn toch echt? Ja, mijn lippen zijn super echt. Alleen, kijk, ik ben natuurlijk nu 39 geworden. Ik ben een dagje ouder. Dan gaat de volume ook een beetje weg. Ja, uit alles. Uit alles. Ja. Dus ik heb een heel klein drupje had ik in mijn onderlip had ik gedaan. Ja. Maar dat vond ik dus niet mooi. En toen had ik echt heel klein een beetje. Ja. Dat vond ik dus niet mooi. Toen had ik het weer eruit gehaald. Ja. En nu ga ik nog 1 keer terug om het weer eruit te halen uit mijn onderlip, omdat ik dacht, ja, ik vind dat toch... Te nep. Nee, ja. Omdat het bij mij... Ik heb al die puntneus. En ik heb al die puntkin. En ik heb al die dikke lippen. En als ik het extra ga accentueren, wordt het gewoon te veel. Maar ben je dan niet bang voor het volumeverlies wat je net beschreef? Nee, helemaal niet. Nee. Dus eigenlijk had je die ene keer nodig om er overheen te komen. Nee, het ging gewoon helemaal nergens over dat ik dat had gedaan. En botox? Nou, ik heb dat heel lang niet gedaan. Het is tijd dat ik weer ga. Ja, maar dat kan je ook. Je was er dus wel van. Nou, ik heb dat een paar keer in mijn leven gedaan. Maar ik heb dat ook een keertje gedaan. En toen ging dat dus fout. Hoe dan? Oh mijn god, ik ben zo eerlijk in het donker. Heerlijk. Nee, maar omdat het zo donker is. En ik praat heel veel met mijn handen ook. Je ziet het niet. Nee, dat zien wij allemaal niet. Ik ben heel erg bang om mezelf terug te zien. Omdat ik net een Italiaan ben. Ik ben alleen maar met die tangles aan het praten. Waar had ik het over? Ja. Dus prik je botox er wel gedaan, ja. Dus wat gebeurt er? Ik ga naar de botoxwinkel. Winkel? Ja. En ik had een... ik dacht, nou, ik heb een beetje aan de zijkant. Ik denk, ik moet een beetje botox in mijn zijkant. We weten niet welke zijkant je zit. Ja, we zien dat niet. Wat? Welke zijkant? Ja, welke zijkant? Want wij weten van mijn kin. Oh, van mijn kin. Van mijn kin. Ja, en toen had ik altijd een prikje botox in mijn kin gedaan. Ja. En toen ging dat fout. En toen hing mijn mond aan 1 kant. Oh. Dat heb ik ook gehad. Heb je het ook gehad? Nee. Ja. Nou, ik had echt veel behandelingen. Ja. Ik was echt ook doorgeslagen. Het sloeg helemaal nergens op. Dat bedoel je ook? Oh, sorry. Ja, nee. I love deze correctie. Hey, de psychologie. Ja, ga verder niet. Goed zo, correct. Oh, nee. En toen. Nou, en ik heb dus als ik mijn kin aanspan, dan krijg ik allemaal van die putjes. Nou, dat. Oh, dat bedoel je dus? Ja. Nou, dus ik zeg tegen mijn dokter, ik vind het niet mooi. Ja, zegt ze, daar kunnen we iets aan doen. Ja. Dus ik zeg, nou ja, doe maar. Dus ze had er een heel klein beetje in gedaan. En dat was super mooi. En het bleef ook mooi weg. Dus ik dacht, een keer daarop dacht ik natuurlijk, ja, maar dan doen we nu iets meer. Want dan blijft het langer weg. Langer mooi. Oh my god. En toen was hij dus zeg maar naar boven geschoten in mijn onderlip. Oh. Waardoor mijn onderlip een soort van stil stond. Och, meid. Dus ik had 3,5 maand
Slis. Nee. Nou, maar, maar Slis kon wel sexy zijn. Nee, die niet hoor. Nee, ik denk of ik geen ondergebit had. Ik ben blij dat je toen nog ook al YouTube-video's maakte. Ja, ja, het is ook echt, het is echt een period in time. Je kan het terugvinden en ik kan die periode ook gewoon niet meer zien. Ben jij 3 maanden offline geweest? Nee, ik ging gewoon door. Oh, je ging door? En al die comments zeiden ook, je had toch helemaal geen Slis. Ja. Maar wat zei jij terug? Nou, nee. Ik had geen Slis. Nee. Nu eventjes wel. The darkest hour. Een andere pilaar die we met je willen bespreken is een wat serieuzere. Oké, daar ga ik even voor zitten. Ja, dat heet The Darkest Hour. Oh, ja. Daar is de vraag eigenlijk, wat zou jij omschrijven als het echt donkerste uur uit je leven? Het donkerste uur uit mijn leven. Wat je met ons wilt delen. Ja. Ik wist ook, het zegt niks, want ze gaat het zeggen. Letterlijk, dit is mijn donkerste uur uit mijn leven, ik zweer het. Nee, maar wat je met ons wilt delen. Ook, hè? Ja. Nee, mijn donkerste uur uit mijn leven is dat, dat ik mijn ongeluk... dat ik hoorde dat ik mijn hand... dat ik nooit meer mijn hand zou kunnen gebruiken. Ja. Dat is mijn donkerste periode in mijn leven. Toen heb ik ook een hele ernstige ontsteking in mijn arm gehad. Was ik bijna mijn arm kwijt. Ja, iedere dag moest ik naar de eerste hulp gaan. Omdat mijn arm steeds dikker werd. En ze moesten bijtekenen. Omdat het zo gevaarlijk was voor een bloedvergiftiging. Dat iedere dag en nacht is mijn zus bij mij geweest. Omdat ik gewoon zware ontsteking in mijn arm had. Heb je daar vandaag de dag nog veel last van? Ik kan bijvoorbeeld niet goed knijpen met mijn vingertoppen. Nee. Maar ik kan bijvoorbeeld wel dingen beet pakken, zeg maar. Dat kan ik dan nog net wel. Ja. En wat ook mijn donkerste 1 minuut uit beleven, die heb ik ook. Oh. Dat was toen ik verzopen werd in Special Force. Ja, ik zweer het je, 1 minuut onder water. Nou, geloof me. Dan denk ik echt dat je doodgaat. Dus je hebt mijn donkerste uur gehad en mijn donkerste minuut. Nou jij, wat is jouw donkerste uur? Wesley. Die hebben we nog nooit, teruggekregen eigenlijk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ook een ongeluk gehad. Ik heb een zwaar auto-ongeluk gehad. Nou ja, daar heb ik van zelf niet zoveel meegemaakt. Maar de hele periode daaraan vast, zeg maar. Ja. Bijkomende depressie en dat soort dingen. Dat is allemaal wel een donkere periode geweest. Dat is toch leuk, hè? Die komt er altijd gratis bij. Ja. Wat? Die depressie. Depressie. Oh, dat is zo verschrikkelijk. Het is een soort van, ik vergelijk het een soort van roltrap die ineens stopt. En dan komt dat er gewoon gelijk bij. Oh, ik ken het gevoel. Maar hoe is dat ongeluk gebeurd dan? Een auto-ongeluk, reed jij zelf? Ja, zeker. Ja, frontaal op een busje. En om de hoek bij mijn moeder. Daar ben ik... de trauma-helikopter stond klaar. Maar trauma-helikopter ook. Ja, maar ik kwam net genoeg bij, dus ik kon naar het ziekenhuis. Ja. Maar dat is een donkere periode. En wat is jouw schade hier aan? Oeh. Wat voor schade had je, zeg maar? Nee, heb je even? Nee, die lijst van toen is heel lang, inderdaad. Ja? Maar lange tijd gedaan. Ja, ik denk ook wel een jaartje of 3-4 heb gerevalideerd om echt weer zo dicht mogelijk bij de oude te zijn. Zeg maar. Ja, oké. Okay, dus ik had bijvoorbeeld, wat heel moeilijk was, ik wist niet dat het kon, maar ik had een blauwe plek op mijn hersenen. Waardoor je, zeg maar, je functionaliteit was niet... Je kent mij nu. Ik lul een slag in de rondte graag. En snel schakelen. En zoals jij ook snel schakelt. Ja. Maar dat lukte een tijd niet. Dus ik wist ook niet of ik daarin de oude kon worden. Dus in het eerste jaar kon ik, zeg maar, met iemand een gesprek hebben. Ja. En dan dacht ik, ik weet dat ik nu wat moet zeggen. Maar het lukt niet. Of ik functioneerde, zeg maar, heel vertraagd. Dat lijkt mij de meest verschrikkelijke wat mij zelf zou kunnen overkomen. Dat mijn brein niet meer doet wat ik wil. Ja. Ja, want dat is wel jouw grootste power, als je het zo omschrijft. Dat is mijn grootste power, inderdaad. Sil, ik kan nog een andere vraag. Oké. Jij en de mannen. Dat is wel, daar heb je zelf eigenlijk misschien aan bijgedragen dat dat altijd een onderwerp is wat om jou heen besproken wordt. Is dat zo? Ja, door je deelname aan een bachelor. Ja. Daardoor denk ik wel dat je ervoor kiest om ons mee te nemen in jouw liefdesoverwegingen. Ja. Vind je het irritant? Of vind je het oké als mensen nu nog steeds naar je liefdesleven vragen? Ik zou je wel zeggen, ik ben nu een jaar alleen. Ik heb heel erg veel verdriet van Joris gehad ook. Ik heb altijd wel ook echt, als ik verdrietig ben ik ook wel echt extreem verdrietig. Ja. En als ik gelukkig ben ik extreem gelukkig. Dan komen komen we weer naar dat ding terug. Dus ik mis het wel om verliefd te zijn. Ik vind verliefd zijn het leukste wat er is. Het mooiste wat er is. Ja, ik weet niet. Ik vind het iets magisch, verliefd zijn. Ik had met Joris, had echt zo leuk kunnen zijn. Dat is het niet geworden. En dat vind ik wel echt heel erg jammer. Waarom is het dat niet geworden? Toch ook door zijn werk. Kapitein zijn. Veel weg. Ja, dat is zijn grote liefde. Die boot is zijn grote liefde. Maar wist je dat niet toen je hem koos? Ja, tuurlijk wel. Maar hij wist ook toen hij
toen hij aan het programma meedeed... Dat hij met jou wilde. Dat ik huisje, boompje, beestje wilde en een kindje wilde. Ja. En echt een gezinnetje met hem. En je kan lekker varen wat je wil. Ik had ook op Ibiza kunnen gaan wonen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja. Hoe graag wilde jij dat dan eigenlijk? Ben je teleurgesteld dan dat hij daar niet voor heeft gekozen? Nou ja, daar ben ik wel heel erg teleurgesteld in. Dat het niet zo is gegaan zoals dat wij beiden toch hadden gedroomd. Ja. Ja. Maar ik spreek hem nu ook af en toe nog wel eens. En... Ja, hij woont nu samen met een vriend van hem, die ook kapitein is. En ja, dat is toch een heel ander leven is dat. En dat is toch waar hij voor gekozen heeft. Maar en dat wilde hij niet aan de kant zetten genoeg voor nou, jou? Dat, je hoeft dat niet aan de kant te zetten. Hè. Je hoeft zeker niet je droom aan de kant te zetten. Want ja, dromen, iedereen heeft zijn dromen. Mm-hmm. En leef jouw droom. En alsjeblieft, droom jawel, niet jouw maar, leven. Alsjeblieft nee. Niet. Ik had gewoon makkelijk op Ibiza kunnen gaan wonen. En had hij kunnen varen. En ik had gewoon mijn dingetjes daar kunnen doen. Ja. Hij stond daar toch allemaal niet open voor. Nee. Voor dit soort dingen. Hij was heel erg van zijn eigen vaarwater, zeg maar. Daar moest ook niemand in komen. Letterlijk. Yeah. Ja. Het was gewoon niet... De match. Nee. En dat vind ik echt jammer. Voelde je dan... Want dan heb je publiekelijk zo'n... zoektocht gedaan. Ja. Heel Nederland kijkt mee. Ja. Nederland leeft mee. Leeft mee. Ja. Hoopt root mee. Voor jullie. Ja. Ja. Voel je je dan ook een soort van druk dat je denkt, oh, we moeten het omwille moet van dat, lukken. Moet het lukken? Nee, zeker niet. Want ja, hij was op dat moment gewoon met mijn droomman, snap je? Ja. Ja. We hadden het ook hartstikke leuk samen. Ik kon verschrikkelijk ook met hem lachen en het was echt leuk. En dat dat gewoon niet door is gegaan, ja dat heel Nederland dan meekeek. Ja, als ik beelden terugzie van de Bachelorette, dan vind ik ook van jeetje, wat een sprookje. Ja. Ja. Maar ja, in het echt was dat gewoon niet zo. En met zo. De kennis van nu, zou je het dan nog een keer doen? Want volgens mij weer de Bachelorette. Ja, het had waanzinnige cijfers, geloof ik, voor Videoland. Ja, de Bachelorette flag. Misschien dat ik iedereen... Doe je dat ik iedereen misschien een rode vlag geef van jij wordt hem niet. Jij wordt hem Bachelorette flag. Nou, maar heel even serieus, want je hebt dan zo'n hele selectie gemaakt. Ja. En dan kies je op dat moment. Maar het gebeurt in die programma's ook vaak genoeg dat ze dan toch weer met een ander eindigen of zo. Ja. Ja. Ga je dan niet nog even door de Rolodex dat je denkt van nou, de top 10 zit, was het toch niet leuk om nog met een van die andere jongens te proberen? Nee. Nee, niet? Nee. Want ik kan me voorstellen dat het zo'n finale keuze is. Of was het voor jou dan zover dat Joris zover afstond van de rest? Nou, ik moet je zeggen, nummer 2 en nummer 3, zeg maar. Ja. Waren ook echt leuk. Ja, ze waren allemaal... Toch? Ik zag je met die jongen met de blonde haar. Daar ging ik eigenlijk voor. Cheert! Ja, dat je daarmee zou eindigen. Nou, ja. Dan moet je zeggen, Cheert is wel echt een hele leuke jongen. Hele knappe jongen ook. Hele lieve jongen ook. Want op een gegeven moment deden ze best wel lelijk over hem. Ik vond een aardige jongen. Ja, zeker weten. Maar op social media deden ze best wel lelijk over hem. Oh ja. Maar die heb je nooit meer gebeld. Ja, dan is het... Dat... Nee. Hey, cheers. Nee. Lang geleden. Waarom niet? Maar dat is toch niet... Je kan toch nog steeds een appje sturen van... Hey, moeten we niet eens een keertje wat gaan drinken? Zal ik een appje naar Cheers sturen? Ja, nee, alleen dat je het zelf ook voelt, maar... Nee, ja, ik voel helemaal niks op dit moment. Oh. Okay, nee. Nee, joh. Voor mij is het zo... Kijk, als de man van mij... De liefde van mijn leven in één keer voorbij komt, dan is het zo. Ja. Ja. Maar ik ben... Absoluut niet op zoek op dit moment. Oké. Ik heb wel daar op aanhakend een vraag van een kijker of een luisteraar. Hè? Dit is nieuw en dit is leuk. En ik vond het een hele grappige vraag. Marcella, ze heette Marcella. Marcella vroeg, wat is de perfecte openingszin volgens jou? Oeh. En toen dacht ik vind goeie het heel grappig. Vraag, Marcella. Ja, toch? Want jij hebt in een interview een keertje gezegd, ja, dat digitale daten, dan komen ze weer met de bij high. Hoi ben ik al weg. Ja, ja en dan dacht ik, wat wil je nou dat iemand tegen jou zou zeggen? Oké, okay, let op, hè. Ja. Dan zit ik. Jij zit op een dating app. Of waar hebben Raya, of waar zit je op dan? Nou ja, kijk, zo'n dating app, dat vind ik allemaal helemaal niks. Okay. Maar ik hoorde via, je moet op dat Raya. Ja, Raya. Okay, want dat precies. Is heel exclusief. Daar zitten alle... Kende toestanden. Ja, allemaal modellen. Ja, modellen, celebrities, noem maar op. En dan kom je echt gewoon Shawn Mendes en allemaal tegen. Hè? Dan kom je gewoon echt... Ja, kan je gewoon tegen. Weet ik voor wie allemaal tegen. Nou, John Mayer kom je gewoon tegen. Ja. Heb je daar mee gedate? Nee, ik had daar dus geen match mee. Ik vond hem wel leuk. Heeft hij jou niet gematcht? Nee. Eikel. Maar, I heard it through the TikTok drama channels, dat het misschien ook niet zo handig is om met John Mayer te daten, hoor. Waarom dan? Nou, die heeft... allegedly, wacht even. Wat dan? Even allegedly zeggen. Allegedly wordt hij genoemd als een van de mannen die tijdens daten heel veel vraagt of vrouwen op glazen tafels poepen. Niet! Ja. Wat? Oh my god! En ik wat hou van zeg John jij nu? Dus ja, maar allegedly, luister. Allegedly. Ja, als jij dit TikTok nu hoor. Tegen mij zegt, kan ik dus niet meer normaal naar John Mayer luisteren. Nee, dat over ook al Dancing in the Burning Room. Want dan denk zo ik mooi, zo mooi. Dat die viezigheid op tafel. Pooping in the Burning Room. Oh.
Oké, maar ik wil niet John Mayer besmetten hier. Sorry, ik neem het terug. Oké, maar goed. Maar wat is de openingszin? Ja. Dus je zegt, oh ja, maar dan heb je echt mijn interesse. Ja, nou, het moet me aantrekken gewoon. Ik ben natuurlijk ook geen makkelijk type, hè? Niet? Nee, okay. Wat? Niet? Nee. Dus er is geen vaste zin die iemand goed zou kunnen zeggen? Nee, er is helemaal geen vaste openingszin bij mij. Het is gewoon, het moet me gewoon aantrekken. En het moet maar gewoon hoe trek je jou nou aan? Weet ik niet. Ja, maar daar kunnen we toch niks mee? We moeten tips voor al die hete mannen. Ja. En misschien wel vrouwen die jou helemaal zien zitten. En Marcella. Die wil en Marcella weten. Wil Marcella deze wil vraag. Ook wat weten. Marcella heeft... She needs it. Nou, ik vind het... Marcella, ik vind het een hele moeilijke vraag. Ja. Kan ik je vertellen. Maar het is gewoon een combinatie van factoren. Dus het is een combinatie van factoren. En weet je... Vraag iets leuks, weet je wel. Stel, iemand zegt tegen jou... Heb jij ook zo'n zin in rosé? Want dan drinken we het met z'n twee. Nou, dat vind ik dan alweer leuker. Nou, super. Nou, nee, maar wat ben jij hier goed in? Ja, Nick, waar komt deze opening vandaan? Nee, maar ik bedoel, als iemand dat zegt, van heb je ook zo'n trek in rosé? Dan drinken we er samen even eentje. Dan denk ik, nou, toevallig wat trek en doe er een ijsklontje bij. Je houdt van tv-formats ook maken. Je hebt aan veel programma's meegedaan. Ja, weet je wat ik nu echt op mijn lijstje staat? Gewoon nu, ik ben sowieso al achter de schermen heel erg veel aan het werk. Wat niemand weet. Ja. Maar ik wil echt achter de schermen gaan werken. Ja, dus je zou een eigen tv-programma willen ontwikkelen. Ja, daar ben ik al lang mee bezig. Ja. En gaan we dat ook binnenkort op tv zien? Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Maar ja, weet je, je moet altijd uitkijken als je iets pitcht. Oké. Ja, daar moet je voor uitkijken. Dus maar wil je toch ook regisseren? Ik wil alles. Ze doet alles in één. Ja. En in wat voor thematiek zitten we dan te denken als je aan dit idee denkt? Ja, het onderzoeken van dingen. Ja, onderzoeken, oké. Ja. Is het met BN'ers of met gewone mensen tussen haakjes? Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Oh, dat weet je. Nee, ik ben meer van het spelmechanisme. Het spelmechaniek schrijven. Ja. Dus gewoon een spel bedenken en daaromheen een show bouwen. Ja, ik vind dat fantastisch om te doen. Maar moet het dan denken aan bijvoorbeeld... Renze doet nou bijvoorbeeld het onbekende en zo. Dat soort, in dat soort genres allemaal. In zo'n hoek. Ik ken heel dat onbekende niet. Dat is heel onbekend voor mij. Oh ja, ja Renze doet... Of, maar wie is de mol? Zit het in de hoek van een Wie is de mol? Laten we zeggen in het genre De Verraders. Oh ja, oké. Ja. Dat is echt mijn ding. Ja. Maar dat, dus dat, die mechanismes en zo, daar ben je mee bezig. Ja, dat is echt mijn ding. Ja. Nou, ik hoop dat dat snel van de grond komt. Ja, dat is nog een hoop. Ja, daar ben ik mee bezig. Nou je het zegt. Ja, maar kijk, weet je... ik vind het een heel leuk onderwerp, televisieformats. Ja, vind het heel leuk. Ik had dat helemaal niet... Ja, ik heb het ergens bij gelezen. In de NC had je het voor mij gezegd. En ik vind het heel leuk om dat te leren van je. Ik wist niet dat je daar zo mee bezig was. Ja, het is alleen zo vervelend. Het liefste zou ik daar een hele podcast over willen doen. Ja. Maar je kan niet daarover praten. Waarom niet? Ja, omdat het natuurlijk levensgevaarlijk is. Als dat je... is dan het jatten dan? Ja, dat is het jatten natuurlijk. Ja, precies. Ja. Want ik heb echt een paar formats geschreven. En daar kan je gewoon niet mee naar buiten komen. Zit daar een nieuwe voice tussen, denk je? Ja, zeker weten. Want daar is Nederland onbekend, toch? De Big Brothers, The Voice. Ja. Weet je dat we gewoon qua grote ideeën die de wereld overgaan? Ja. Dus binnen 5 jaar hebben wij een Sylvia Geerse format die de wereld overgaat. Je kan dat natuurlijk eigenlijk niet zeggen over jezelf. Nee, oké. Maar je mag het wel. Ja, jij hebt het gezegd. Ja, maar er zitten liggen goede ideeën op de plank. Nou, daar houden we je aan. Ja, er liggen fantastische ideeën op de plank. Nou, en dat zeg ik echt niet zomaar. Dat kan ik echt, dat weet ik ook echt. Ik heb ook nog een fantastisch idee. Wat zo? We hebben nog een cadeautje voor je. Niet. Even kijk. Oh ja, ik ga het nu... Oh, maar zullen we het... Vind ik wel heel leuk om dat dan in het donker te doen. Nou, dat gaan we ook doen. Oh! Sil, zit jij op je plek? Oh, hier. Mag even... Wat voel je? Oh, dat is om te slapen. Ja! Dus als je deze prachtige donker... Dat gelijk, hè? Ja, dat voelt ze gelijk, hè? Maar zit jij nou op de grond? Nee. Het klinkt alsof je... Het klonk echt net alsof je op de grond zat. Nee. Hè? Zij was toch echt net aan het bewegen? Ja. Huh? Nee, dit is een slaapmasker voor als je... Dat zie je wel terug in de podcast. Wat ik aan het doen. Als je thuis nog deze donkere kamer mist... Ja. Dan kan je nog een keertje terugdenken aan de Leiders Lounge. Ja. Ik heb trouwens dat ding op mijn ogen, hè? Wist je dat? Welk ding op je ogen? Masker. Ja, dat masker. Dat heb je er nu op. Pas op, dadelijk hang je je browser aan. Pas op. Oh, oh, ja. Oh nee.
Ja, maar dat zien we dan zo meteen. Dit is weer een cliffhanger. Nou, ik ga het licht aandoen. Doe maar. Voordat we uitschakelen en de lampen aandoen, vergeet niet een heerlijke 5-star rating. Achter te laten. Ja, 5 sterren of niks. Ja. Niet 1, 2, 3 of 4. Doe maar niks. Gewoon alles 5 of niet. 5 of niet. Dankjewel. En we hebben vorige keer ook gevraagd of jullie ons willen DM'en met mensen die jullie leuk vinden, die nog langs moeten komen. Laat eens laten. Ja, en houden jullie Instagram in de gaten, want dan kunnen we de vraag van de kijker. Ja, helemaal leuk. Helemaal nieuw item. Ja. En de giveaway. Ik heb het idee dat ik heel Rotterdams heb gepraat. Ja. Nou, ik heb nieuws voor je. Dat heb je. Ja. We gaan de lichten aandoen. Zo, je komt. Oké. Oh. Ah! Wat zit ze nou? Ah, ze heeft een masker op. Oh my god. Dit is echt heel erg. Oh mijn god, dit is echt heel heftig. Hey.